Hallo, de afgelopen week was ik met de dichtbundel Komijnsplitsers van Marieke Lucas Reineveld op stap. En her en der heb ik voorgelezen aan jonge mensen, aan pubers. En telkens was het effect hetzelfde. Die luisteraars werden geraakt. Een enkeling wilde zelfs een foto van de tekst. Ze herkenden zich in de woorden die duidelijk geen diepgaande analyse nodig hebben om er betekenis in te ontdekken. Tegelijkertijd gaat die talige, ogenschijnlijke lichtvoetigheid gepaard met teksten die langs afgronden zwerven. Er wordt getwijfeld, er is zeer, er is kwaad, deemster en er wordt gewankeld. Het openingsgedicht De Troostzoekers kreeg na afloop zelfs een applaus van een klas vol 14-jarige gretige ontvangers. Het is een bijna zalvend gedicht. Het zijn de open armen van de bundel die zo breed mogelijk worden gehouden. Een warm welkom met herhalingen die de tekst het bezwerende geven. Iets wat ik voornamelijk als uitgemolken trucje kent bij dichters uit de spoken word, als er al een verschil bestaat tussen poëzie en spoken word. En zo omarmt Reineveld de lezer om zich vervolgens om te draaien en te wijzen op het onevenwichtige en het krampachtige zijn. We rillen de botten uit ons hemd. We rillen de Judas in ons, liegend over al het kwaad dat in de kozijnen van ons blikveld ligt. Over al het lieflijke waarover we ooit zeiden dat we ons dat zouden herinneren bij alle windvlagen. En daarbij worden ook de demonen verwelkomd, de splitsers, de kuitenbijter en de wiebelaar. En er passeert een zolderbalk als doodswens. En vanuit die duistere en eenzame stemmen lijkt de bundel zich te bewegen naar het lichamelijke, naar wat Reineveld schabloonhonger noemt, de wereld die hokjes wil polijsten. Ze zoeken de oneffenheden in het stukwerk, de koorts achter de schijnkoelte van het voorhoofd. Ze zien ook hoeveel moeite je hebt met de fluistercampagne tegen jezelf. Via de metaforen van verhuizen en verbouwen voegt Reineveld een biografische laag toe aan de bundel over genderidentiteit die met het stukwerk, de bouten en de moeren, je bovenlijf als polderlandschappen tot een uniek en actueel twee verschrikkelijke woorden tot de poëzie van een generatie maakt die de lezer bespeelt en verleidt tot het concreet interpreteren van wat er staat, om in een later gedicht erop te worden gewezen dat die interpretatiedrift zo eenkoppig is. De vrijheid om jezelf niet te hoeven vastleggen is een constante door de bundel heen. En daarbij valt stilistisch vooral de steeds terugkerende je-vorm op. Een perspectief dat opties openhoudt. Je kunt je lezen als ik. Maar dan een ik die bij de verteller of bij de auteur ligt. Of bij jezelf. Of, als je de tekst voordraagt, bij het publiek. Die je-vorm heeft net als het openingsgedicht haast een uitnodigende functie. Maar het bevat ook de lading van het niet concreet willen maken. Geen definitief beeld, zoals in de laatste regels van het gedicht Blikseminslag. Er is sprake van doodsverlangen, van blikseminslag. Om geraakt te worden, moet je je groot maken. Groter dan al het andere. En je weet toch dat jij anders bent, dat je niet het definitieve eindbeeld, maar dat je vooral hoopt dat de dag ook een keer buigt voor jou. Komijnsplitsers voelt voor mij als een troostrijke, hoopvolle bundel die groeit van uitnodigende ontdekkingslust, maar die ook doodsverlangen en demonen beschrijft. Geschreven in versen die eenvoudig lijken, maar die zo overtuigend neergeschreven zijn met subtiele taalvondsten en beelden die verrassen en die daarmee dus jong en oud weten te raken. Een bespreking als deze doet een dichtbundel tekort met citaten uit verschillende teksten. Eigenlijk had ik gedacht gewoon één gedicht voor te lezen. Maar ja, welk gedicht? Dan moet je dus een keuze maken en ga je naar je eigen bouten en schroeven zitten kijken en luisteren. En dat wilde of durfde ik niet met zulke indrukwekkende teksten die je leren dat je mag verhuizen, dat je mag twijfelen, dat je de je-vorm mag gebruiken en dat je zinnen mag. Word nu ook een lezer des Vaderlands of maak van je beste vriend of vriendin of van je kind of van je opa of oma een lezer des Vaderlands en bestel dit leuke t-shirt. Kijk nou, ziet er toch leuk uit? Of bestel een hoodie, een sticker of een tas. Linkje in de beschrijving.